Oké, ik ga dood aan honger. Ik ga dood aan honger. Nee, 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 nee. Oh god, nee, ga niet naar die skeleton doe, je stupid bitch. Oh, ik schoot op hem, ik schoot op hem. Oh, 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 shit, ik sta aan de fik, ik sta aan de fik. Oh mijn god, die witch is hier. Oh my god, what the fuck. Dit is zo triest, dit is zo naar, gewoon die witch, dat kan gewoon niet. Mijn baard, je debeet me zonder mijn baard. Goedemorgen mensen, welkom terug bij Minecraft Rust. Vandaag zijn we weer met heel veel verschillende YouTubers. We hebben hier heel veel mensen, we hebben hier MushYP, we hebben Head Games, we hebben Duffy13, we hebben Pixel Party, we hebben natuurlijk Joost Bouwhof en we hebben Aurorion en we hebben natuurlijk Toreon. Heb je de vorige video van Minecraft Rust nog niet gezien? Bekijk het vooral hier voordat je deze episode ziet, hier beneden in de beschrijving. En let's go! Alright, we beginnen over 5 seconden en dan gaan we meteen chasen. We gaan gewoon, vorige keer gingen we die kant op, dus gaan we nu even een andere kant op, want dat lijkt me hartstikke leuk. We gaan gewoon deze kant op, we gaan gewoon Head Games volgen, want voor mij weten Head Games best wel donders goed waar alle goede items liggen. Want natuurlijk, de vorige episode had natuurlijk full diamond. En ik denk bij mezelf dat ik nu wel ook een beetje full diamond zou willen. Oké, snel die chest loot hier. Hoppakee. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh, en de pearl. Ja, en ik heb niks. Oh, fucking harm. Fucking klootzak. Oh mijn god, ik heb nu niks gekregen. Fuck, fuck, fuck. Oké, ik ga gewoon in één keer direct straight doorlopen. Want ja, what the fuck. Ik heb natuurlijk wel een eieren. Dat is super chill. Weet je wat? Ik ga gewoon meteen naar de midden toe. Oh, er zijn ook ontiegelijk veel paarden. Oh, dus harm heeft al die paarden hier vandaan, joh. Van de vorige episode. Oké. We gaan meteen gewoon bam. Gaan we hier naar de midden toe en gaan kijken of daar we goede items kunnen vinden. Alright, we hebben hier iron en wat ingot. Super chill. Oké, en we gaan hier proberen meteen naar binnen te komen. Voor mij kunnen we hier meteen van deze kant kunnen naar binnen. Kijk eens aan, we zijn binnen en we kijken. Oh yeah, we hebben spullen. Heel veel spullen. En voor mij komt Head Games er alweer aan hoor. Die man komt er wel meteen aan hoor. Ja hoor. Oké, maar in ieder geval hebben we wel bucket en die buckets gaan we gebruiken. Oh yeah, diamond block en shit. Oké, nice. Oké, die gaan we gebruiken op 1 en dan gaan we meteen vluchten hier. Hoppakee, wegwezen hier. Oh yeah, we hebben diamond blokken. Oh meneertje Harm, hallo meneertje Harm. Alright, even snel kijken. Hebben we nog een ei? Ja hoor, we hebben een ei. Hey Harm, waar ben je? Ja, hij loopt gewoon weg, Oké, super chill, we hebben in ieder geval hier dit allemaal veroverd. En ik weet dat daar ook nog boven een chest zit. Dus wij gaan de watertactiek gebruiken, jongens, dit keer. Alright, gaan we met het water naar boven toe. En proberen het water steeds verder boven te plaatsen, zodat we ergens gewoon kunnen komen. Kijk eens aan, hoppakee. En ja, plaats het water snel. Ja hoor, kijk eens aan. En dan zijn we bijna alweer boven. Oké, super chill. En hoppakee, water daar plaatsen. Kijk, we zijn al bijna bij de chest, super chill. Oké, verder naar boven, daar het water plaatsen. Oh yeah. Water op alle bovenste plekken geplaatst en dan kunnen we hier tenminste eventjes zitten. Oké, staan eventjes hier lekker op de chest en we gaan kijken wat erin zit. Kijken hoeveel shit erin zit. Nice! Oké, ik moet even oriënteren hoor, want ik heb best wel spullen nu. Ik kan heel veel armen maken en dat is echt super chill, maar in ieder geval moet ik wel eerst naar beneden toe, want eerst moet ik een crafting table hebben. Gun een broeder een crafting table. Let's go! Hoppakee, naar beneden toe. Voor mij zit hier ook nog meer spullen. Voor mij is het, ja, hier zit ook nog een chest. Super chill. Oh god, wat heb ik gedaan? Oké, ik heb nog een diamond, ik heb nog arrows en shit. Nice. Maar dit water wil ik wel heel graag hebben. Alright, gaan we eerst naar dat huisje toe en dan gaan we daar eventjes dingen traden en dan nemen we ook meteen een houtdingetje mee. Oh, nice. Oh, wacht, hier zit gewoon alleen een chest in. Dit is geen trade dingetje. Alright, we gaan het ding erachter slopen, zodat we de chest kunnen looten. Kijken wat erin zit. Oh, ontiegelijk veel iron. Nice. Oké, we gaan hier eventjes een gat, zodat we hier heel moeilijk zichtbaar zijn. We hebben natuurlijk een camouflerende skin, voor het geval je het nog niet weet. We zijn natuurlijk hartstikke groen. En dat betekent dat we best wel veel dingetjes hier kunnen verstoppen. Alright, ik ga het hier onder me slopen. En hier plaatsen we dan de crafting table, zodat we hier wat kunnen maken. En dan maken we hier wat van deze dingen, deze dingen. Alright, we hebben een chestplate. We maken meteen eventjes een diamond sword voor de lols. We hebben wat iron blocks. En dan kunnen we ook nog eventjes een broekje van maken. En natuurlijk een helmpje. Hoppakee, ook gewoon meteen een helpje erbij. Natuurlijk wat boots. Zo, er zijn full armored. Zo, we hebben ook nog een axe voor de zekerheid. Je weet nooit wanneer je het nodig hebt. En we kunnen weer verder, denk ik. Wakker voor de zekerheid eventjes wat extra van deze shit. Want we hebben natuurlijk uiteindelijk wel steen nodig om uiteindelijk een furnace te maken om eten te maken. En ik zie dat Head Games dood is gegaan door een zombie. No fucking way, ouwe. De vorige episode was hij fucking goed. Hij was echt fucking sterk. Maar sinds ik zijn diamonds heb gestolen in deze episode, is het hem echt gewoon niet gelukt, jongen. Echt gewoon niet. Harm is zonder die diamonds echt niks meer. Haha, super nice. Alright, en weer een blok of de. Oh, hoeveel diamonds krijgen we nu? 3, what the fuck? Oh ja, ik heb natuurlijk zo'n super goede pickaxe. Nice. Oeh, dat is echt super nice. Oké, daar ga ik natuurlijk gebruik van maken. Gunnen broer de diamonds. Zit die diamonds in? Nee, is fucking shit. Maar ik zie ook totaal geen zombies. Dus ik weet ook niet waarom Harm dood is gegaan door een zombie. Ik zie echt totaal geen zombies hier. En kijk eens aan, diamonds. En hoeveel diamonds hebben we erbij? Weer 3 diamonds. Nice. We gaan even dit weghalen. Of hier precies. Ik weet niet precies waar het is. Maar voor mij, ja, hier zit een chest. En kijk eens aan. We hebben ook wat. Holy shit, wat majestic. Ik heb verder ook nog mijn spullen zitten. Oh, ik zie daar een skeleton. Een skelebro. Hallo, skelebro. Ga jij eens dood? Ik wil heel graag die arrows hebben. Zou ik dat mogen? Dankjewel. Maar daar liggen ze arrows. Ik wil heel graag die arrows hebben. Dankjewel. Kan ik ze hebben? Oh, goddammit, ik kan ze niet hebben. Hoppakee, dankjewel. En ik plaats dit eventjes terug, zodat je niet kan ontsnappen. Alright, we denken wel heel erg slim om even hier even nog een extra kampje op te bouwen. Dus we gaan even een crafting table maken. En ik zie dat Duffy is beslain bij een fucking zombie. Hoe de fuck kan die dood zijn gegaan? Hij is een van de beste PvP'ers. Hij blijkbaar geen PvE'er, om het zo maar te zeggen. Damn, wat gaan ineens heel veel mensen dood? Wat slaat het op? Alright, ik heb een furnace gemaakt. Dan heb ik überhaupt wel wat dingetjes om te koken, überhaupt? Ik heb niet eens eten. Ik heb niet eens
eens iets om te koken. Wat een geweldige investering was dit, zeg. Jezus. Nou, ik ga hier maar weg en ik probeer even zo meteen wat dieren te killen, want ik kom echt niet verder. Ik heb totaal geen eten, ouwe. Dat is echt naar. Maar hier hebben we dus weer een blok of diamond gevonden en jammer genoeg hebben we er maar eentje uit. Fuck. Oké, we gaan naar dat huisje daartoe en misschien kunnen we daar wat eten vinden, want ja, ik heb natuurlijk nu wel eten nodig. Vorige episode was dat totaal geen struggle, maar deze episode is dat wel een struggle. Alright, ik zie hier wat diamonds. Super chill. Hoeveel diamonds? Lekker. 3 diamonds. Super chill. Kunnen we zo meteen eventjes een leuk broekje van maken. Alright, nog meer diamonds. Hoeveel diamonds komen hieruit? 2. Oké, beter 2 dan geen 1. Holy shit. Oké, op zijn minst hebben we nu 12 diamonds. Hoeveel diamonds hebben we totaal nodig? 9 plus 7. We hebben er 16 nodig. Oké, we hebben nog 4 diamonds nodig. En iemand is geslain door Aurorion. Holy shit. Oh, fucking Jerdy, jongen. Die is op een killing spree nu. Damn, Jerdy. Damn. De vorige episode was je in 1, 2, 3 was je dood, maar nu ben je echt met een comeback bezig, zeg. Jemig, zeg. Hij heeft gewoon een kill, die man. Hij heeft gewoon een kill. Oké, ik weet niet zeker of ik hierin wil, want ik zie ontiegelijk veel hoofdjes en ik vind het best wel creepy. Oh mijn god, waarom ga... Oh god, ik ga natuurlijk dood nu. Ik ga dood aan honger, Oh shit. Oké, jongens, ik heb heel veel stress nu. Geef een boerder zelf zombie flash. Ik ben blij met zombie flash. Geef een zombie flash. Alright, zit hier een chest in. Nee. Oh god. Ik word alleen skeletons. Nee, geef me eten. Oh god, ik heb geen eten. Oké, potion of first aid. Ik ga hem gewoon nemen. Hoeveel HP krijg ik ervan? Oh shit. Ik kan niet eens. Oh god, ik ga dood. Oké, ik ga dood aan honger. Nee. Oh, gelukkig blijf ik op 5 haken. Oh god, ik zie daar een zombie. Oké, ik ga hem niet killen, maar ik loop vast op 5 hartjes. Oh, dit is naarheid. Als ik één iemand nu tegenkom, ben ik zo fucked nu, hè, jongen. Ben ik zo fucked. En het is natuurlijk donker, dus ik kan nu echt totaal geen eten tegenkomen. Ik moet ergens schuilen nu, totdat het licht is. Maar ik ga even hier kijken. Misschien ligt hier wat eten. Zou hartstikke fijn zijn. Hier, abandoned farm. En abandoned farm zou betekenen dat hier misschien eten ligt. Ja, kijk, hier is de chest. 3 times, super chill. En, oh shit, yes. Geef hem mij. Oké. Geef allemaal maar mij. Oké, ik ben weg hier. Oh, er komt een zombie aan me. Oké, een zombie kan kwam. Een normale zombie kan kwam. Die zombie. Oké, doe fortune. Misschien heeft dat wat. Oh, yes, wat flash. Oké, we gaan even dit droppen hier. Hoppakee, ja, nice. En dan stoppen we dit erin en dit erin. Alright, zombie, kom je ook naar me toe? Kom maar. Come at me, bro. Yes, nog meer vlees. Alright, we hebben steak. En ik zie dat daar een zombie naar me toe komt. Dan vind ik iets minder. Hallo, zombie, ga jij eens weg. Hallo, je hebt een enchantment op jezelf. Nou, ga eens dood. Alright, hij is dood. Super chill. Oké, we hebben dus dat eten daar uitgekregen. En hier, als het goed is, deze ook bijna klaar. Oh god. Oh god, dat was een zombie. Ik schrok me de kleren, jongen. Holy shit. Oké, nice. Mini zombie. God damn it, stop alsjeblieft, ouwe. Alsjeblieft. Jij moet ook even dood. Ga dood. Dankjewel voor je vlees. En ik wil die friends ook heel graag meenemen. Mag die meenemen, dank je? Ik wil iets meenemen. Wat wil ik droppen? Fuck deze shit. Oké, we gaan weg. Hier gaan we weg. Aurorion was shot bij Turion bij een M4. Oh shit. Oh god. Hij heeft een. En Pixels Realm is dood door een zombie. What the fuck is hier allemaal gaande, jongen? What the fuck? Oké, ik weet dus nu dat meneertje Duncan echt de beste boog heeft die er is. En daar ben ik niet zo blij mee. Want dat is de boog waar ik de vorige keer mee heb gewonnen. Nog een zombie achter me aan zit. Shit, man. Oké, op zijn minst hebben we eten. We hebben genoeg eten om eventjes mee door te komen. Daarom ga ik ook niet rennen. Want anders dan ben ik zo meteen weer helemaal vol honger en heb ik geen eten meer. Maar oké, mijn duty is nu om eventjes een paard te vinden. Want dat wordt nu mijn sterkheid. Gewoon een paard. Of in ieder geval nog 1 diamond vinden. 1 diamond zou ook fijn zijn. Kom op, laat de diamond zijn. Nou, goddammit, het is iron fucking shit. Alright, ik heb zo'n gevoel dat daar diamond in zit. Ik weet het zeker. Kom op, diamond. Oh mijn god, er zit iron in. Goddammit, ik heb zo'n slechte hoop. Dan gaan we maar eventjes in dat huis kijken. Ik zie dat er een chest voor staat. Ik weet niet waarom een chest daar voor dat huis staat, hoor. Laten we hopen dat er iets goeds in zit. Ik hoop het in ieder geval. Oké, er zit niks in deze chest. Dat is jammer. Maar voor mij is dit het huis met de golden apple. Als ik het goed heb, hoor. Ik weet niet helemaal zeker. Maar als het goed is, als ik... Oh mijn god, iemand heeft het toren gemaakt. Oké. Ik moet oppassen. Maar hier, kijk eens aan. Zit tenminste nog een boog in die best wel useful is. Alright, we hebben de beste shit eruit gepakt. Oké, we kunnen nu weg. Oké, maar in ieder geval hebben we nu die shit. En ik zie dat daar... Oh mijn god, kijk hoeveel skeletons daar zat. Oh shit, ik moet weg hier. Maar ik heb in ieder geval die golden apple. Dat is super chill. En dan ga ik wel een stukje rennen. Ik heb ook 25 pijlen. Ik heb tenminste een boog. Een redelijk goede boog. Die heb ik vorige episode ook kunnen krijgen. Dat is een punch 1 en een power 1. Beter die boog dan geen boog, zeg ik dan altijd maar. En als het goed is, zit daar een trade-up huisje. Waar ik dus heel veel pijlen kan krijgen voor mijn overige gold. Oh nice, ik heb diamonds gevonden. Nice. Oh, gimme. Oké, nu moet ik even snel mijn crafting table neerzetten. Want dat is echt natuurlijk super slim om dat nu te doen. Crafting table. En we gaan eventjes de rest van het armor maken. Hoppakee. Oké, die dingen hebben we in ieder geval. Hoppakee, die droppen dan gewoon. Boeien. Oké, even snel kijken. Hier, droppen die shit. En die aantrekken. En droppen die shit. En dan gaan we die eventjes aantrekken. Nice. En dan maken we nog een helmet. Helmet erbij. Super chill. En dan droppen we deze ook. Hoppakee. En dan hebben we dat ook. Super chill. En deze nemen we mee. Hoppakee. Maar het zit heel veel zombies hier. Ik zie daar een paard. Dat is ook chill. We hebben ook dat paard nodig. Hoppakee. Ga jij eens dood? Dat is een villager zombie. Dat is nou niet leuk. Ga jij eens weg? Ik vind je helemaal niet leuk. Ga eens weg. Hallo. Jij bent helemaal getrade-up, mens. Hallo. Dat is helemaal niet leuk. Ergens kon ik trade-upen. Maar hier was het blijkbaar niet. Oké, dat paard wil ik hebben. Maar eerst moet die zombie hier weg, hoor. Wat de fuck? Ga eens weg. Ik wil het paard hebben. Hallo, paard. Word jij eens lief? Oké, hij wordt heel erg boos op mij. Dan niet waarom paarden boos op mij worden. Oh god. Dat is een zombie. Hoeveel zombies zijn er wel niet? Ga eens weg, zombies. Alright, ik ga eens eventjes eten.
zitten voordat ik dadelijk ineens iemand een confrontatie ga. Alright, we gaan eventjes op rijden en kijken of we hem eventjes over kunnen nemen. Ze super chill zijn. Kom op, paard. Ik heb geen uren de tijd. Kom op, schiet eens op. Oh god, nee. Ga niet naar die skeleton toe, je stupid bitch. Oh god, oké. Okay, moet eerst de skeleton killen voordat ik op de paard weer kan. Godsamme, verdomme. Alright, paard. Als je nog één keer fucked up, dan hoef ik je niet eens meer hoor. Holy shit, wat ben je vervelend zeg. Hallo paard, wanneer ga je eens een keer van me houden? Hallo. Oh, kijk eens aan. Eindelijk. Oké, okay, we geven jou dit en dit. Hoppakee. En we kunnen gaan. Eindelijk. Alright, let's go, let's go, let's go. We gaan even de koetje killen. Koetje killen. Oké, okay, we hebben wat extra vlees. Dat is ook super chill. Ik zie dat daar licht vandaan komt. En dat is de shop die ik bedoelde. Maar volgens mij hoort daar geen licht vandaan te komen. Of ben ik nou gek? Hey, ik zie Thorion. Oh, meneer Thorion. Holy shit. Oh god, hij is natuurlijk super sterk. Hè, die dude. Hij is super sterk. Alright, we gaan even chuken. Oh, damn. We gaan even met de pijlen schieten. Oh, wacht. Hij heeft natuurlijk heel goed. Oké, okay, een golden apple in de hand. Holy shit. Golden apple is eigenlijk in de hand. Hoppakee, doe hem in de hand. Nee, oh, hij is best wel scheef, die gast. Hij is best wel scheef in schieten. Oh, yeah, Thorion. Ja, wat doe je dan, hè, meneertje? Oh, je schiet met pijlen. Hè? Vind je dat cool? Oh, ik blokte iets. Ik weet niet hoe. Oh, ik schoot op hem. Ik schoot op hem. Oh, oh, oh. Shit, ik sta aan de fik. Ik sta aan de fik. Oh, god. Ik moet rennen. Ik sta aan de fik. Dit is natuurlijk dezelfde mistake die Harm natuurlijk maakte. Hij liet zijn paard dood gaan. Holy shit. Oh, waarom staat mijn paard? Staat mijn paard in de fik? Waarom staat mijn paard in de fik? Stop eens in de fik staan, dankjewel. Holy shit, die Thorion. Die is fucking sterk, ouwe. Ik weet niet wat ik er tegen moet doen, maar hij is echt super sterk. Er staat hier, die man. Er staat hier, die man. Oh, god. Oh, god. Oké, okay, als hij dat één keer raakt, dan ben ik echt gepakt. Oké, okay, zo snel even dit ding mijnen. Hoppakee, geef me diamonds. Dankjewel. Doei. Alright, Thorion komt weer naar me toe. Die man. Die fucking Duncan, man. Wat doet die Duncan? Ga eens weg, Duncan. Niemand mag jou, man. Ga eens weg. Hoppakee. Eigenlijk moet ik snel naar de shop. Met de shop kan ik superveel dingen kopen. Ik ga gewoon omlopen. Ik ga gewoon in de shop. Ik ga gewoon dingen kopen. En dan ga ik dadelijk met hem battelen. Alright, hoppakee. En geef me die arrows. Hoppakee. Net weg. Vecht als een man. Ja, wat als een man. Je hebt een fucking overpowered bow. Ik zie een witcher. What the fuck? Wie de fuck heeft een witcher gespand? What the fuck, ouwe? What the fuck? Oh god, dit is niet goed. Een witcher. Ik zag net dat een witcher echt... Oh my god, die witcher is hier. Oh my god. Oh my god. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh my god. Die villager. Oh, ben ik blij dat ik net arrows heb gekocht. Oh my god, witcher. Nee, niet naar mij toe komen. Oh my god, hij komt naar mij toe. Shit. Shit. Oh shit. Oh god. Help me. Duncan, niet op het schieten, faggot. We moeten elkaar nu helpen. Oh, hij gaat op het schieten. Oké, ik ga niet naar Duncan toe, man. Maar, oh, hoe de fuck moet ik wegkomen van het ding? Ik moet blijven rennen. What the fuck? Oh my god, waar komt dit ding vandaan? Waar komt die vandaan? Daan, dit is niet leuk. Dit hoort niet. Dit hoort niet te kunnen. Ga eens weg. Oh, dit is echt triest, ouwe. Hoe de fuck komt die witch hier? Ik ben voor mij net ietsje sneller dan hem. Maar, oh mijn god. Die explosies komen nu van ver af. Oh god, hij zit nog steeds achter me aan. Die gast zit nog steeds achter me aan, hè, die witch. Ik mag hem echt niet. Wie de fuck heeft dat ding gesummen? Oh damn. Oké, voor mij ben ik nu van hem af. Voor mij ben ik van die witch af. Ik moet even kijken waar die is. Ik moet wel up-to-date blijven van waar die gelocated is. Misschien kan ik daarmee Thorion killen. Alright, de witch is ergens. Oké, okay, daar is de witch. Oké, witcher, kom eens met me mee. Kom eens met me mee, meneertje de vriend. Alright, we gaan nu met die witcher gaan we naar Thorion toe. En dan gaan we gewoon proberen dat hij daardoor doodgaat. Alright. Waar is die man? Alright, laatste 3 minuten is de deathmatch. Oh my god, dat is niet slim. Want ik heb natuurlijk die witch achter me aan. Als ik meteen deathmatch heb met die witch achter me aan, is dat niet chill. Oh god. Dit is echt zo chill. Nee. Ik TP binnen een minuut. Oh god. Binnen een minuut. What the fuck? Deathmatch komt nu al. Holy shit. Die witcher, ouwe. Die witcher zit nog steeds achter me aan. What the fuck? Oh my god. Nee. Oké. Ik ben slim. Is iemand onzichtbaar? What the fuck? Wie is onzichtbaar? Ik geef luid even onze rest. Maar ik weet niet wat ik hier weg moet. Want zometeen is het deathmatch in de binnen. En dan wil ik niet dat die witcher bij me staat. Want ik weet geheim dat die witcher me gaat focussen. En als ik zometeen tegen TP wordt, vind ik het best. Maar dan wil ik gewoon niet dat ik van die witcher af ben. Oh my god, dit is zo triest. Dit is zo naar. Gewoon die witcher. Dat kan gewoon niet. Wie zijn er trouwens nog over? Ik zie dat Joe's nog over is. Ik ben nog over. En natuurlijk. Oh, Thorion is over. En natuurlijk Head Games. Maar dit is natuurlijk de admin. En die zorgt altijd alles. Mijn paard is weg! Mijn paard! Je TP't me zonder mijn paard! Wat is dit? Dit is bullshit! Mijn paard! Arme paard is weg! Fuck jou, arm! You motherfucker, are you fucking kidding me, ouwe? Dit is zo gaaf. Dus nee, het kan gewoon niet. Oh god, ik zie potion of instant healing. Laat ik die ook gewoon eventjes nemen. Oh god. Ze is heel slecht gestekt. Oh god. Oh god, wat ben ik allemaal aan het doen. Oké, instant healing. Oké, dan heb ik extra hartjes. Als het goed is. Oh god, er wordt meteen om me geschoten. Dit is zo naar. Oké, golden apple nemen. Oh god. En ik zie dat Thorion dood is. Oh shit. Oh god, oké, ik ga hier vluchten. Kom aan. Juke. Oh god, ik heb geprobeerd hem te slow, maar het lukt hem niet. Oh god, hier. Slow. Oké, we hebben een potion op hem gegooid. En kijken of we op hem kunnen schieten. Oh shit, hij is een fucking goed zwaard. Wat is deze man? Kom dan, hè? Thorion. Oh god, hij gaat me verslaan. Die man gaat me gewoon zo dadelijk verslaan. Als hij nog meer arrows heeft, dan gaat hij me zo killen. Oh god, dit is niet normaal. Alright, snel kijken.
Oké, geef me die shit. Oké, nice. Insta dealing. Oh god. Oké, daar komt hij weer, man. Daar komt hij, man. Hoppakee. En nee, je mag die items niet looten. Oh god, ga eens weg. Hallo. Hoppakee, bam. Oh shit. Oké, ik ga hartstikke dood. Je hebt gewonnen, meneertje. Je hebt echt sowieso gewonnen. Ja, je hebt gewonnen. Oké, ik geef hem over. Je hebt gewonnen, Thorium. Je hebt gewonnen. Vond je het leuke episode? Vooral als je een like achterlaten. Vergeet niet te abonneren. Ik zet hem één als later. Harm. Boom, bitch, get out of my way. Get out of my way, bitch, get out of my way. Oké, 2 klapjes op jou.